Frikkie, sedert die vroeg 1980s al is AB InBev een voorbeeld van toegewijdheid aan die plaaslike gars-industrie. Kan jy ons bietjie meer vertel oor hoe die maatskappy betrokken raak by hierdie bedrijf? Ja, ons is uniek in die sin dat ons een van die enigste aankopers is van graan wat een landbouwspan op die grond het om boere te adviseer om topkwaliteit gaars te produceren en moutgaars specifiek. Ons landbouwspan het meer dan 100 jaar se ondervinding in gaars, moutgaars productie en dit strek van gebieden af in die droë lande soos Swartland en Overberg waar ons tans is tot en met ons produksieareas in die besproeingsgebieden van Limpopo, Noordwes en die Noord-Kaap. Ons adviseer meer as 650 boere op commerciële vlak, sowel as opkomende boere, om ons gaars aan ons te voorsien. Sedert 2017, toe AB InBev van die land ingekom het, is daar nou al omtrent so 610 miljoen rand geoormerk vir 'n belegging in hierdie bedrijf. Daar is nie klein geld nie. Waarvoor word daar geld alles aangewend? Ja, dit is een astronomische bedrag geld, vooral op investering in landbouw en belegging in landbouw. Ons belê die geld hoofsakelijk op drie vlakken. So die eerste is kleinboerenontwikkeling, die tweede is navorsing, specifiek op die gewassen wat ons gebruik in ons brouwprocesse. En die derde een is andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld befondsing van studenten bij verskeie universiteiten. Die navorsing wat ons doen is nogal redelijk breedwerpig. Dit gaan vanaf gaarsgenetica en teling, deur die productie en ontwikkeling van nieuwe innoverende productiepraktijken voor boeren, dreig deur tot en met die mout- en brouwprocesse om die eindproduct vir die kliënt beter te maak. Ons focus ook vooral op voedselveiligheid en daar werk ons baie nou saam met ons chemische vennote om te verseker dat hulle en ons allemaal ons beijver tot veilige gebruik van chemie op plase en natuurlijk ook voedselveiligheid vir ons verbruiker op die einde van die dag. As ons nou kyk in die toekoms, wat leef voor vir die Suid-Afrikaanse gaarsbedrijf en die brouwbedrijf? Kom ek sê vir jou, met die oorname van SAB deur AB InBev het daar een groot kalklig geskuif naar die landbouw toe. Je weet, ewe skielik raak nieuwe gewassen soos mielies, cassava, sorghum en selfs rys deel van ons productportefeuilles. En ons het een degelijke landbouwspan aangestel met jong ywerige landbouwkundiges wat kyk naar productie van hierdie gewassen, ook waar dit moontlik geproduceerd kan word binnen in Suid-Afrika ook en ook in die rest van Afrika.